Vroege vogels die door de stad fietsen kunnen er bijna niet omheen. De voorverkoopadressen hebben de deuren weer geopend. Alleen lokt het vanochtend slechts een enkeling naar binnen. Ik kan niet langer wachten. Het is inderdaad rustig, net zoals vorig jaar. We hebben de afgelopen jaren toch wel veel hectiek gehad op 3 jaar verkoop. Alleen sinds vorig jaar, en ook met de wijzigingen natuurlijk in de afsteektijden, hè, dus vanaf 6 uur, ja, zien we dus eigenlijk toch wel dat de eerste dag sowieso heel rustig is. Toch verwachten vuurwerkverkopers dat de totale omzet in vergelijking met vorig jaar hetzelfde blijft. De winkels zijn daarom ook nu weer volgezet met de verschillende soorten vuurwerk. Eigenlijk heel veel grote cakes weer. Je merkt gewoon dat vrienden samen met een groep gewoon toch voor een grotere cake nemen. Puur ook voor het feit dat ze een mooie eindknal hebben. Wat je ook heel erg merkt, dat is altijd het knalvuurwerk. Knalvuurwerk, dat loopt altijd goed. Voor de jeugd ook heel erg. Nou, dan hebben we nog wat meterpakketten, wat altijd heel goed loopt. Bestelling is binnen. Wat heeft u allemaal meegenomen? Nou, dit is een siervuurwerkpakket. Dit zijn knallers. Dat zijn, en dit zijn dan wondertollen. Bij Blok Vuurwerk in Assen hebben ze ook alle vertrouwen dat het goed komt met de verkoop. In de voorverkoop heeft de winkel goede zaken gedaan. Vaak zie je dan ook nog de klanten die hebben besteld op deze dag, dat ze ook nog weer twee keer terugkomen om weer bij te bestellen, want het is alweer op. En daar hebben de klanten ook last van. Soms worden er wijze een paar afgestoken, hoor. Dat achterthuis of wat, maar met de kleinkinderen erbij. Zeker van die wondertolletjes. Het blijft speelgoed. Het blijft speelgoed. Mooi speelgoed. Ja, alsjeblieft. Alvast nog een fijne jaarwisseling, hè? Ja. Oké, hoi. Sorry.